In deze korte video leg ik jullie uit wat een budget is. Deze video maakt deel uit van een serie van 3 video's waarin we kijken naar wat een budget is, waarom je een budget zou moeten gebruiken en hoe je een budget maakt. Dus laten we snel beginnen met wat een budget is. Het woordenboek zegt over het budget het volgende. Het is of het te besteden bedrag of een begroting. We kennen het woord begroting wel, maar wat houdt het nu precies in? Een budget is eigenlijk een plan voor je geld. Aan de bovenkant staan de bedragen van het geld dat je te besteden hebt. Dit is je inkomsten. En daaronder volgen de kosten waaraan je dat geld gaat besteden. Dat zijn je uitgaven. En die twee samen, je inkomsten en je uitgaven samen, vormen een budget. Ieder persoon of gezin is anders en dus ook ieder budget is persoonlijk en uniek. Als je hetzelfde verdient als iemand anders, wil niet zeggen dat een budget er ook hetzelfde uitziet als bij iemand anders. En daarom is het belangrijk dat je het zelf of met je partner altijd je eigen budget maakt. Een budget geeft een overzicht van het geld dat binnenkomt en waar je het aan uitgeeft en past meestal op een A4'tje. En dat is ook de kracht van een budget, het overzicht. Want terwijl je heel hard werkt om je geld te verdienen, besteden maar weinig mensen tijd om te kijken waar ze het nu precies aan uitgeven. En dat is nou juist waar een budget voor bedoeld is, om het plannen van je inkomsten en uitgaven. Een budget maak je vaak aan het begin van de maand en dan kun je aan het einde van de maand vergelijken of de uiteindelijke budget ook overeenkomt met jouw planning. En dan kun je bijvoorbeeld de volgende maand je planning en je budget dus op aanpassen. Ja, het kost je eenmalig wat tijd om een budget te maken, bijvoorbeeld een uurtje om alle informatie bij elkaar te zoeken, maar daarna is het vaak eenvoudig en snel bij te werken voor de volgende maand. Dus investeer eenmalig die tijd en profiteer daarna op de lange termijn van je eigen budget. Meer informatie en voorbeelden over waarom je een budget zou moeten gebruiken komt in de volgende video. Deze komt aanstaande woensdag al uit en aanstaande vrijdag volgt dan een video over hoe je nou een budget kunt maken. Bedankt dat je deze video helemaal tot het einde hebt gekeken. Geef even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond en laat ook een reactie achter. Ik probeer alle reacties te lezen en ook te reageren, maar ik zal in ieder geval jullie feedback altijd meenemen in de volgende video's. Als je nog geen lid bent van het kanaal, klik dan even hier ergens linksonder op het logo om je eigen te abonneren en ervoor te zorgen dat je telkens de nieuwste video's te zien krijgt. Klik ook even op het belletje-icoon om bij de Notification Squad te horen en telkens een notificatie te krijgen zodra er een nieuwe video geüpload wordt. Ten slotte zie je dan hier rechtsboven de meest recente video met daaronder een video die YouTube aanraadt als degene die het beste past bij jou. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag bij de volgende video weer terug.